Welkom bij Grote Markt 1, Groningen kiest, de podcastserie waarin wij gaan vooruitblikken op de Tweede Kamerverkiezingen. Op 22 november zijn weer de Tweede Kamerverkiezingen. Weet jij nou nog niet op wie je moet stemmen, dan is deze podcast echt iets voor jou. Verdeeld over 4 podcasts behandelen presentatoren Maarten Siepel en Echo van Oosterhout samen met Groningse politici 4 onderwerpen die voor Groningers belangrijk zijn. Dit zijn bereikbaarheid, wonen en onderwijs, klimaat en bestaanszekerheid. De 9 grootste partijen komen langs. Helaas niet de PVV, want die lukt het helaas niet in de schema om bij ons aanwezig te zijn. Maar eigenlijk vanaf het linkse, GroenLinks, PvdA tot de VVD, ChristenUnie, ze komen eigenlijk allemaal langs om hier te praten over de onderwerpen die voor Groningers het meest belangrijk zijn. Siepel vindt dit een ideale manier om de standpunten van de partijen op een leuke manier in kaart te brengen. Het is sowieso mooi dat je debatten kan doen of gesprekken kan doen met Groningse kandidaten die hier ook hebben gewerkt. Het Groningse vertalen naar hetgene wat ze in Den Haag doen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is voor de Groninger om op die manier goed geïnformeerd te zijn in aanloop naar 22 november, wanneer de verkiezingen zijn. Stineke de Graaf van de ChristenUnie en Janette Bosma van de Partij voor de Dieren zijn enthousiast om op deze manier de Groningers te kunnen informeren. Op het moment dat ze mailden en mij hiervoor vroegen, dacht ik yes, dat gaan we doen. En het is een hele mooie manier ook om mensen te vertellen wat de ideeën zijn. En ik kom altijd graag bij oog. We hadden het nu alleen over bereikbaarheid. Dat heeft natuurlijk met heel veel andere dingen te maken. Maar we hebben wel heel veel punten aangesneden die wij heel belangrijk vinden. Dus alles gezegd, dat niet zo snel, maar wel veel belangrijke punten aangestipt. Siepel verwacht vuur bij sommige onderwerpen en hij denkt dat met name de NSC en de VVD flink zullen gaan botsen tijdens de podcast. Dat zijn toch wel twee partijen die denk ik wel in ieder geval anders kijken richting die thema's of in ieder geval daar waar het tussen wel een beetje kan gaan clashen. Dus dat wordt ongelooflijk interessant denk ik. De podcast is onder andere te beluisteren op groningenkiest.nl. Morgen zijn er nog 2 debatten te kijken hier live in het Forum in de ochtend. En natuurlijk worden de podcasts straks ook geüpload op alle streamingkanalen. Dus kunnen mensen eigenlijk opzoeken Grote Markt 1 en dan zie je te beluisteren via je favoriete podcast app. Of natuurlijk ook te beluisteren via groningenkiest.nl.